De woonschakel heeft een bestaande regel veranderd. Namelijk de particulieren, de gekochte huurhuizen, de eerste 5 jaar niet mogen verhuren. Voorheen gold de regel van 2 jaar. Dit riepen ons wat vragen op en daarom gaan we nu in gesprek met de directeur van de woonschakel. Kunt u kort meer vertellen wat de regel inhoudt? Nou, de regel houdt eigenlijk in dat bij de verkoop van huurwoningen wij eigenlijk willen dat de koper ook de woning bewoont. En dat er geen sprake kan zijn van verrijking door middel van onderverhuur of anderszins. Dat zou niet passen bij het doel waarom we de woning ook verkopen, maar ook om bescherming van de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. Oké, en worden nu zeg maar de huizen al vaak te snel onderverhuurd? Ja, er zijn in de afgelopen periode een paar gevallen bekend waarbij sprake is van onderverhuur. Met als gevolg ook overlast, maar met name ook het commercieel exploiteren van woningen. En dat is niet iets wat wij als corporatie willen bevorderen. Komt het wel eens in de praktijk voor dat een huis te vroeg wordt onderverhuurd? Ja, dat komt helaas voor. De afgelopen periode bij een tweetal zaken van woningen die de woonschakel betreft. En dat betekent ook dat we dan in actie komen. Wij kunnen natuurlijk niet zomaar de woning binnenlopen. Dus wij zijn ook afhankelijk van meldingen van derden of van constateringen. Maar op het moment dat dat valide meldingen zijn en wij kunnen dat aantonen, ja, dan confronteren wij daar uiteraard ook de koper mee. En komen we niet onderling tot een schikking, dan volgt er ook een rechtszaak. Okay. En voorheen gold een regel van 2 jaar en nu is het verhoogd naar 5 jaar. Waarom is dat? Ja, dat is ook een prikkel naar buiten toe, omdat we ook zien dat steeds meer mensen ageren tegen het commercieel verhuren van woningen door veel, soms arbeidsmigranten. Wij willen hiermee ook een signaal afgeven dat wij ook daar onze zorgen over hebben en dat het wat ons betreft ook tegengegaan moet worden. Dat doen we nu door de maatregel van 2 naar 5 jaar op te trekken. Oké, en is het volgens de wet illegaal om je huis te verhuren? Dat verschilt per gemeente. Gemeenten kunnen zelf bepalingen opnemen over het onderverhuren van woningen en hoeveel personen er in een woning mogen verblijven. Voor de woonschakel geldt dat als wij een woning verkopen, wij gewoon onze eigen bepalingen in een koopovereenkomst kunnen opnemen. Dat betekent ook dat kopers vooraf hier ook over geïnformeerd zijn en daar ook voor tekenen. In de notariële akte is dat opgenomen. En daar staan uiteraard ook een aantal uitzonderingen in op het moment dat een bewoner binnen een periode van 5 jaar de woning gaat verkopen. Dat kan een hele trieste familieomstandigheden zijn of anderszins. Dan past het natuurlijk niet om een boeteclausule toe te passen. Nee, oké. En waarom verkopen jullie de huizen? Nou, een aantal redenen. Het levert geld op die we in kunnen zetten voor de bouw van nieuwe woningen. Maar we kijken soms ook naar de leefbaarheid in wijken. Zeker in de jaren 70 zijn er wijken gerealiseerd waarbij vrijwel de volledige wijk uit huurwoningen bestaat. Nou, tegenwoordig proberen we iets meer in de mix van huur- en koopwoningen wat te doen. Om ook de leefbaarheid te bevorderen. En daarnaast zien we ook dat als je nu kijkt naar het aanbod op Funda bijvoorbeeld, dat er nauwelijks woningen aanwezig zijn onder 175.000 euro. En wij constateren zeker de afgelopen 2 jaar dat de enige woningen die nog onder die prijs liggen veelal van corporaties vandaan komen. Ja, en dan is het ook juist voor starters van belang dat die zich ook een plekje kunnen verwerven op die woningmarkt. En past het niet als een belegger met heel veel geld de woningen opkoopt en die gaat onderverhuren en daar ook een slaatje uitslaat. Ja. Denkt u dat er positief gereageerd gaat worden op deze verhoging van de regel? Als je kijkt naar de stelling in het regionale dagblad, dan zien we dat 85% die maatregel ondersteunt. Nou, dat stemt ons tot tevredenheid. Het gaat er niet om of wij gelijk hebben of niet. Wij proberen zo goed mogelijk om te gaan met de sociale woningvoorraad. Dat betekent dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor woningzoekenden. En dat je ook kijkt naar de leefbaarheid. Nou, de combinatie van al die factoren, die leidt tot een bepaalde strategie met je woningvoorraad. En dat betekent dat we een beperkt aantal woningen van het label verkoop hebben voorzien. Dus ongeveer 6% van het aantal woningen. En bij leegkomst van de woning, dus als een huurder gaat verhuizen, brengen wij die in de verkoop. En wat is uw mening over flexwoningen? Nou, flexwoning is een begrip van wat eigenlijk een beetje verkeerd wordt toegepast. We praten vaak over modulaire bouwsystemen. Maar een flexwoning suggereert dat die 5 of 10 jaar staat. En de bedoeling is vaak dat dat langer staat. Los van financieel of het aantrekkelijk is om te exploiteren, moet het ook kwalitatief goed zijn. En je moet mensen een fatsoenlijke woning geven. De praktijk leert dat op het moment dat een flexwoning gerealiseerd wordt, dat een buurt vaak ageert. Dat
de gemeentelijke politiek erop reageert. En dat het niet altijd mogelijk is om op een bepaalde locatie ook gestapelde woningen ook te realiseren. Het is wel duidelijk dat met de toenemende vraag naar sociale huurwoningen en ook de opvang van arbeidsmigranten er wel duidelijk een behoefte daarin is. De corporatie Woonschakel wil zeker ook investeren in woningbouw, kwalitatief goede woningbouw. Dat kan wellicht ook een vorm van flexibel wonen zijn. Maar wat we nu zien, onder andere met tiny houses of met de omgebouwde containerwoningen, ik mag het begrip misschien niet helemaal zo gebruiken, is dat de locatie vaak een probleem is, maar met name ook de financiële exploitatie ons zorgen baart. Want de investering is relatief groot ten opzichte van de exploitatieperiode van 15 of 15 jaar. Ja.